gaan zo dadelijk op weg naar de laatste bocht. En het is vooraan nog altijd een tweestrijd. Met aan de binnenzijde Hyperflying en aan de buitenzijde Jonker Fanatic. Davy Boko, die probeert aan te klampen bij het tweetal vooraan. We komen in de laatste rechte lijn. En het is daar dat Jonker Fanatic nu serieus de aanval inzet. Op de koploper Hyperflying, maar dat ook aan de buitenzijde Kooiman. Zijn Davy Boko nu laat schieten. Drie paarden op lijn. Jonker Fanatic in de middenbaan neemt over. Jenk naar de tweede plaats aan Davy Boko. Derde is nummer 5 van Hyperflying. En heel goed gelopen op de vierde plaats. Zazu Enselens, maar wat een sterke winnaar. Jonker Fanatic heeft deze koers echt afgedwongen. We kunnen geduldig, dames en heren, fantastische winnaar van het NDR Sprintkampioenschap, oftewel NDR Supersprint. En Kees Buimgraaf namens de NDR staat er met een prachtige zierdeken voor paardje nummer 3, Jonker Fanatic. 10 jaar inmiddels deze bruine ruin, Diamond Way Fanatic Wish. Duits gefokt in bezit van Stal PD. Maar er wordt weliswaar, is misschien een ander tijdstip, maar Peter Delis kijkt ongetwijfeld mee. En hij zag zijn jonker hier op magistrale wijze de koers winnen. Liet er geen twijfel over bestaan wie er de beste was. Bas, en deze moet je heel goed doen, denk ik. Ja, hij is onverslijbaar, dit paard. Fantastisch. En al die jaren blijft hij goed lopen. Nou, heel blij mee. Wat schijn, Bas, dat je ze van die lange carrières geeft? Een paar keer hier koers en niks te leiden. Dan weer een keer naar een andere baan. Dan gaan ze het langste mee. Dat is dus de tactiek. Dan moeten we dat onthouden. Hele mooie ereprijs hebben we voor... Julia, Peter is in Nieuw-Zeeland, maar we hebben hem inmiddels toegesproken. Hopelijk kijkt hij mee. Ik weet niet hoe laat het daar is. Hij ligt 12 uur achter. Dennis, je wilde niets aan het toeval overlaten. Nee, ik heb het sterkste paard van de koers, dus dan moet je dat ook afdwingen. Ja. En dan werd het ook makkelijk. Ik hoef het laatste rechtlijn niet meer aan te rijden. Nee, dat is ongelooflijk, de terugkeer van dit paard. Ja, het karakter is van goud, hè? Dus ja, dan kun je zoveel blessure leed hebben, maar hij komt altijd weer terug, denk ik. Ja. Hoe vaak heb jij met hem gewonnen? Geen idee. Ik heb verschillende 1100 meter koersen gewonnen met hem. En ik heb ook een gewone koers gewonnen, denk ik, met hem. Wil je wel een stal vol van hebben? Ja, voor zulke karakterpaarden wel. Heel mooi. Je mag de ereronde gaan maken met Jonker. Mooie winnaar van de NDR Supersprint. We danken de NDR voor bijdrage aan het welslagen van deze meeting. Als mede natuurlijk Drafcentrum Alkmaar. Met een hele mooie ereprijs voor de eigenaar. Die gaat naar Nieuw-Zeeland. U kunt in de handen ambassaderen voor Jonker Fanatic en Dennis Minema. Startvrij. Voor de NDR Supersprint, het absolute hoofdnummer van vandaag. Een scala aan ereprijzen en bovenal mooi prijzengeld. 2200 in de pot. En eens kijken wie hier aan het langste eind gaat trekken. Nog 100 meter. 50 meter. De start is gevallen. Paarden onderweg. Strijd om de leiding. Waarbij Jonker Fanatic en Hyperflying in een duel zijn verwikkeld. Waarbij Hyperflying aan de buitenzijde drie kwart lengte voorsprong heeft. Maar dat is natuurlijk nog niet helemaal voldoende om Jonker Fanatic definitief te passeren. Maar nu wel. Hyperflying neemt het veld op sleeptouw. Jonker Fanatic krijgt hem daarachter op maat. Achter deze paarden volgt dan aan de binnenzijde de super trouwe haververdienster Shara Angel. En die wordt op een lengte gevolgd. En die krijgt ook een perfecte doorslag door Tom Kooiman met zijn Davy Boko. De buitenzijde Talismano Plessis, dat is de gangmaker voor Zazu Enselens. En aan de binnenzijde is er aansluiting voor Zoon van Minne. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En er komt reactie in het veld, want Hyperflying die gaat zo dadelijk schuin naast zich krijgen. Paard nummer 3, Jonker Fanatic. Dennis Minema rijdt vol vertrouwen, want hij had er makkelijk achter kunnen blijven zitten. Maar wil een hoger tempo, denk ik, en niet op speed geklopt worden. Jonker Fanatic aan de buitenzijde gaat dus een beetje druk op de ketel zetten bij Hyperflying. De binnenzijde paard nummer 2, Shara Angel. En daarachter Talismano Plessis. Voor Tom Kooiman is het nu hopen dat de ruimte zo dadelijk komt voor Davy Boko. En achter Davy hebben we dan het laatste tweetal. En die kunnen we vanaf de relingzijde van de baan gaan bekijken. Dat zijn Zoon van Minne en Zazu Enselens. Paarden komen weer in de rechte lijn en aan de buitenzijde gaat er een aanval komen. Tom is er al uit trouwens met Davy, krijgt hem fantastisch op maat. En aan de buitenzijde komt daar de aanval van Zazu Enselens. Deelnemers gaan de laatste ronde in met Hyperflying die onder druk staat van Jonker Fanatic. Binnenzijde Shara Angel en daarachter komt op de rug van Jonker Fanatic Davy Boko mee naar voren.
Spel op de wagen. Ook paard nummer 6 kon zich melden. Zazu Excellence. Maar vooraan is het nog altijd Hyperflying. En die geeft nog geen krimp. Maar Jonker Fanatic maakt een sterke indruk. En Davy Boko. Ja, die heeft hem natuurlijk heel mooi gehad. En dan eens kijken of die ze kan verschalken. We gaan zo dadelijk op weg naar de laatste bocht. En het is vooraan nog altijd een tweestrijd. Met aan de binnenzijde Hyperflying. En aan de buitenzijde Jonker Fanatic. Davy Boko. Die probeert aan te klampen bij het tweetal vooraan. We komen in de laatste rechte lijn. En het is daar dat Jonker Fanatic nu serieus de aanval inzet. Op de koploper Hyperflying, maar dat ook aan de buitenzijde Kooiman zijn Davy Boko nu laat schieten. Drie paarden op lijn, Jonker Fanatic in de middenbaan neemt over. Jenk naar de tweede plaats aan Davy Boko. Derde is nummer 5 van Hyperflying en heel goed gelopen op de vierde plaats. Zazu Excellence, maar wat een sterke winnaar. Jonker Fanatic heeft deze koers echt afgedwongen.